Goedemiddag allemaal, welkom vriendjes en vriendinnetjes. Vandaag nemen wij jullie mee in onze keuken en gaan we papa verrassen met iets heerlijk om straks te eten. Of niet, Jelisha? Ga je mama helpen met koken vandaag, ja? Met Jelisha wou namelijk mama zijn scholk aan. Kijk eens naar Jelisha zijn scholk. Dat is normaal mama zijn scholk, daar doet mama mee koken. Maar vandaag wil Jelisha keukenprinses zijn, dus nou, wat doen we? Gaan we koken, Jelisha? Ik geloof dat er nog iemand aankomt. Nou, laten we eens kijken. Wie is dat? Jelisha! Jaden! Jaden! Hallo, Jaden! Doe maar zwaaien! Zeg maar hallo, mensjes! Hallo, mensjes! Zo! Ik wil koken! Ga jij koken? Okay. Ja! Nou, dames! Wat zeg je? Appelkoeken. Zometeen. Dames en heren, vandaag gaan we een lekker... Vandaag gaan we een lekkere, heerlijke Italiaanse bollen maken. Maar dan met wat ham, kaas, wat lekkere beleg erop. En dat gaan we dan in de oven doen. En dan zullen we straks lekker gaan smullen. Ik ga nu eerst even een paar voorbereidingen doen. En dan kijken jullie maar mee in de keuken. Wat zeg jij? Ik kan koken, mama. Dan gaan we eerst even een paar shallotjes snijden. Ja. Zo, ben ik klaar met de shallotjes snijden. Ja. Nou, dat gaan we dan ook weer eventjes zo'n beetje snipperen. Kijk eens aan. Zo, zo, zo. Jullie mogen dadelijk het brood allemaal gaan beleggen. Nou, als volgt. Nou, we hebben ook nog twee overheerlijke paprika's. Zie je dat? Een halve rode. Geen paprika. Is dat paprika? Ja, geen. Geen paprika. Zijn er twee paprika's? Ja. Oh. Jij mag de gele paprika dadelijk in het kommetje doen, oké? Okay? Ja. Doe de paprika maar in. Ja. Goed zo, met twee handjes. Doe maar met twee handjes. Peperpa en rode. Kom. Dan ga ik jullie weer even een stukje schuiven. Zo. En als volgt, we hebben natuurlijk ook een basis nodig, hè? Want we moeten het natuurlijk beleggen, maar er moet wel natuurlijk een smaak komen. Dus we gaan beginnen, kijk. Lekker wat. Ketchup. Wel natuurlijk de echte Heinz. Zo natuurlijk voor jullie eventjes om te zien. Ketchup. Dan hebben we hier een potje met Italiaanse kruiden. Kan ik jullie ook wel even laten zien? Zien jullie? Ja! Zo, hier. Paprika! Die gaan wij heerlijk erbij doen. Nou, ik ben wel iemand die, hoe zeg ik dat? Ik ga niet kijken op potjes hoeveel je erin moet doen. Ik maak alles gewoon op smaak. Ik laat mijn zintuigen eigenlijk een beetje erbij. Kijk! 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 Jaden, wil je proeven? Ja. Ik kan niet. Ketchup. Ik kan niet. Is die lekker? Kijk eens. Ik kan niet, mama. Ik kan zo. Niet. Niet op het teren. Niet op het teren, mama. Hij is goed. Ja. Dan hebben wij Italiaanse bollen, zoals jullie zien. Zo. Mama. Ik ga even doorsnijden. Nou, de broodjes zijn gesneden, dus we gaan verder aan de slag. Nou, even kijken. Dan gaan we eens even overal wat saus op doen. Niet al te veel natuurlijk. Ik kan niet. Want anders wordt het te prakketig. Dan moet je wel een beetje mee oppassen. Ik kan. Zo. Jelisha en Jaden die gaan mij helpen. Ja. Maar eerst Jaden. Pak die lepel. Ga hem draaien. Goed zo. Even kijken. Zo, dan gaan we eventjes een beetje lekker uitsmeren op het brood. Zo, kijk eens aan. Die kan dat goed, die jongen. Vinden jullie dat niet? Zo. Lekker. Nou, was Jelisha. Kijk eens. Pak die lepel vast. Dank je wel. Ik lepel, ja. Zeg, als jullie strak groot zijn... En op jullie telefoon gaan jullie dan ook voor mama altijd koken? Nee. Ja? Ga je dan lekker mama en papa verwennen? Zo. So.
kijk eens aan. Dan kloppen we hem even zo uit. Dat lepeltje hebben we namelijk niet meer nodig. Ja, ja. Opeten. Mam. Kijk eens aan, jongens, wat mama nog allemaal heeft. Het bos. Kijk eens aan het volgt. Het is vers. Hebben wij al voorgesneden. Verse kaas. Salami. Salami. En ham. Vleesje. Laten we beginnen. Kijk eens wat mama doet. Ja. Zo. Dat ook. Pak hem vast. Leg hem maar op. Ik ook. Even wachten. Zo. Even wachten. Ik ook. Even wat Jason. Zo. Jaden, leg die maar op. Kijk uit. Zo. Goed zo. En nog eentje. En zo. En nog eentje. Zo. Goed zo. Nu we dat gedaan hebben, gaan we met de kaas beginnen. Ja. Ik ook. Ik ook. Even geduld hebben. Mama, ik ook. Sorry schat, doe jij die ook naar op? Ja. Ik ook. Jongste beurt, Jaden. Die is voor jou. Pak jij maar die, Julisha. Leg hem maar op, schat. Zo. Ziet dat er niet al lekker uit? De garen overal. Mama, dat even. Ik ga het kijken. Even. Ik ook, mama. Weet je dat dat gemengd is natuurlijk? Ik ook, mama. Pak maar met het handje zo en dan leg je er een paar op. Heel beetje, maar. Klein beetje. Klein beetje. Goed zo. Zo. Niet te veel. Peperpa. Och, het is allemaal. Zo is genoeg. Goed. Zo. Luca. Is hij al klaar? Nee, schat, hij is nog niet klaar. Nou, en dan hebben we nog de gesneden charlotjes die we erin gaan doen. Die mogen jullie niet pakken, want dan krijgen jullie pijn in de ogen. Kijk eens aan. Dat wordt strak heerlijk. Dat je pijn in de ogen. Wat schat, dan krijg je, dan krijg je pijn in de ogen, ja. Ja. Aan je oortje. Mama mag aan doen. Dit doet mama even, ja. Ik ook. Oh. Ik heb pip. Die zijn wel heel groot gesneden. Nou. Kom. Nee, ik ben maar zelf staan. Pina. Pina. En als volgt. Zijn we wat vergeten? Volgens mij wel, hè. Kijk, nu gooien we nog wat extra kruiden. Appen. Zo, heerlijk. Er over één. Zo. Heerlijk de oven in doen. Linnen. Uiteraard zijn we niet voor een geld vervangen. Dus we hebben er nog een paar gemaakt. Die gaat ook naar de oven. En dan gaan we hem heerlijk laten smullen. Ik schat zo'n minuutje of 20. Ik heb de broodjes al voorgebakken namelijk. Even kijken. Zo. En dadelijk laat ik jullie in de tussentijd wel even kijken hoe ver het gaat. En dan ruiken jullie jammer genoeg de aroma's niet die hier bij jullie wel ruiken. Ik zou zeggen, tot zo. Zo, en dan is het ook bij je heerlijk klaar. Nou mensen, dit was de allereerste keer dat ik het vlog gemaakt. Dus ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. Nou, ciao ciao. Ik denk alweer, goeiemorgen allemaal aan het zeggen. Oh, maar dat ziet er lekker uit. Klein verrassing voor jou. Italiaanse bon. En ik heb het helemaal gevlogd. Dus ik ben benieuwd of het gaat geworden. Oké. Wat zeggen we dan? Lekker. Dat kan aardig. Lekker. Dat kan aardig. Lekker. Dat kan. Aardig. Ook al. Nog harder! Lekker! Door de oor! In de oor! Lekker! 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 En dan kan ik op zijn kop! Lekker! Vakkundig zoals mevrouw, doet ze dat? Jullie hebben het al gezien, ik nog niet. Ik film het nog voor het eerst, dus... Mag ik die? Dankjewel, lieverd.
Yummy. Alsjeblieft. Nou, laten we het heel even proeven. Meer wat ik ben dan, 3 en 4 van die broodjes. Maar goed. Het zijn in totaal eigenlijk 2 bollen. Nou, oh, ja. Ik heb de liefste huis in de hele wereld. Die is zo goed voor me. Ik kan geen klagen. Heerlijk. Ik moet opstaan. Ik moet met papa spelen. Wat is dat? Ik heb een warme in je ogen.